Het is ook een periode in een seizoen dat, en dat merk je, dat er toch aardig wat klachtjes bij spelers zijn vanwege de vele wedstrijden. Wijnaldum is grieperig, zal vanmiddag niet trainen. Dus ja, dan is het voor mij ook een keuze om dan uiteindelijk 25 te selecteren. Dat je in ieder geval waar nodig 20 veldspelers hebt. Oranje traint misschien wel met de grootste groep ooit. 25 spelers heeft Ronald Koeman geselecteerd. Zijn er al jongens die zich richting het EK 2020 zorgen moeten gaan maken om hun plek in Oranje? Nou, in grote lijnen is Koeman natuurlijk een bondscoach. Dat heeft hij vanaf het begin af aan benadrukt. Die graag met een vaste groep werkt. De grootste schifting heeft in het eerste half jaar eigenlijk plaatsgevonden. Daarna zowel wat de basis als de rest van de selectie betreft veel van dezelfde namen. Met een paar posities waar hij nog steeds wel kan gaan wisselen. Ja, dan heb ik het met name over rechtsback en rechtsbuiten. Dat zijn de posities waar hij nog wel eens andere namen invult. Dus nou ja, bijvoorbeeld Dumfries inderdaad, die zal nog aan de bak moeten om zijn plek veilig te stellen. In de basis dan. En op rechtsbuiten. Maar in grote lijnen is dit wel zo'n beetje de ploeg waar hij het mee wil gaan doen. Hij heeft alleen wel aangegeven, dat deed hij gisteren op de persconferentie en vorige maand ook al. Dit is een cyclus wat we naar de EK doen en... Als we dat goed afsluiten, dan hebben we twee oefenwedstrijden in maart. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat ik een aantal anderen oproep. En uiteindelijk een EK-selectie maak waarvan ik denk dat is de sterkste selectie. Het zijn misschien niet allemaal met elkaar de beste voetballers, maar het is wel het sterkste team. Ja, dan kom je bij jonge talenten uit, waarvan hij er nu dus al twee heeft gepakt. De AZ-jongens, Boadou en Stengs bijvoorbeeld. Ja, Boadou en Stengs zijn erbij. Komijnes klopt misschien ook al op de deur. Is dan bijvoorbeeld een Kevin Stroopman iemand die zich zorgen moet gaan maken? Nou, op dit moment niet. Koeman is altijd heel duidelijk geweest in hoe tevreden hij is over hoe Stroopman met zijn rol omgaat. Dat is een moeilijke rol, want omdat die basis redelijk vaststaat en de concurrentie met name op het middenveld enorm is, is dat voor hem lastig om doorheen te komen. Hij heeft gezien zijn prestatie in Oranje natuurlijk ook niet heel veel recht van spreken om een basisplaats te eisen of iets. Maar hij doet dat goed, hij draagt zijn lot zeg maar en stelt zich positief op. En het is natuurlijk gewoon nog steeds een goede geroutineerde voetballer die in een goede competitie gewoon speelt. Dus ik denk dat Koopmeiners, die speelt heel goed bij AZ, maar die zal dan nog wel even een tandje hoger moeten om hem eruit te verdrijven. Duidelijk, dan de centrumverdedigers. Ja, daar is de concurrentie natuurlijk moordend met Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Stefan de Vrij. In Italië snappen ze echt niet dat de Vrij in Oranje niet speelt. Hoe gaat Koeman daarmee om, denk je? Ja, nou ja, dat is de rijkdom van Koeman op dit moment inderdaad. We hebben bij vorige bondscoaches heel vaak de discussie gehad. Wat is het criterium? Wanneer kan je iemand selecteren als hij bij zijn club eigenlijk amper aan voetballen toekomt? En die jongens zaten dan soms toch van lieverlee werden ze bij Oranje gehaald. Omdat er gewoon geen goede alternatieven waren. Ja, nu speelt gewoon iedereen eigenlijk bij zijn club. En dat zijn vaak niet de minste clubs ook. En Stefan de Vrij staat daar eigenlijk model voor. Ik denk dat Nederland met hem een van de beste bankzitters van Europa heeft eigenlijk. Ik bedoel, iedere trainer zou hem opstellen. Ja, tenzij je Virgil van Dijk in je selectie hebt en Matthijs de Ligt. Maar ook voor hem geldt wat ik over Stroopman zei. Dat hij, en daar is Koeman natuurlijk heel scherp op. Iedere coach, je wil geen rotte appels hebben die ontevreden op de bank zitten. Of die gaan lopen stoken in zo'n groep. Ja, daar is helemaal geen sprake van. En dat moet je bij Koeman ook niet proberen volgens mij. En voor de Vrij geldt dat ook. Die moet geduld hebben en dat heeft hij. Maar het is inderdaad lastig voor te stellen als je ziet hoe ontzettend goed hij dat doet. Hoe compleet hij is geworden als verdediger. En hoe belangrijk hij voor Inter is. En dan zie je hem op de bank zitten. Ja, dat is eigenlijk een heel raar verhaal. Ja, ik las ook een quoteje van hem. Hij heeft natuurlijk al een eindtoernooi meegemaakt. Toen speelde hij ook, scoorde hij zelfs nog. En hij zei, eigenlijk ben ik nu beter dan toen. Ja, nee, maar dat klopt ook. Ja, en toen had hij natuurlijk ook het voordeel dat ze met drie man centraal speelden. Koeman begon zo natuurlijk ook bij Oranje, maar is daar vrij snel weer van afgestapt. Maar het klopt dat hij inderdaad in de loop der jaren steeds beter is geworden. Dus een jongen ook die heel veel in zichzelf investeert. Die ontzettend met zijn vak bezig is op alle mogelijke manieren eigenlijk. Daar op clubniveau plukt hij daar de vruchten van, maar bij Oranje nog niet. Kortom, hoe sterk is dit Oranje in de breedte? Ja, heel sterk. We hebben het vaak dan over de Vrij als voorbeeld. Maar neem ook Nathan Ake bijvoorbeeld. Dat is gewoon ook iemand die je blind in zou kunnen vullen. Zich ook enorm goed ontwikkeld in Engeland. Iemand als Davy Prupper die lang niet altijd speelt in Oranje. Ja, nou ja, dan ben je als coach denk ik een blij man. Spelers die de laatste twee jaar ook
echte grote meneertjes zijn geworden. En talenten die ook nu bij grote clubs spelen. Ik wil ook niet zeggen dat Ajax geen grote club is, maar met name ook in het buitenland. Nou, dus er is een ontwikkeling. Nou, dan is het wel een geweldige groep om mee te werken. Ja, nou ja, zo is het. En als je kijkt ook inderdaad naar de ontwikkeling nog van de jonge gasten. Ik ben heel benieuwd hoe Stengs en Bohodoe dat dan bijvoorbeeld invullen deze week. Maar als je die bij AZ bezig ziet en niet alleen tegen middenmoot of staartclubs in de Eredivisie, maar ook op Europees niveau. De Brani waarmee ze het veld instappen, ook tegen Manchester United en zo. Dat zijn de wedstrijden waar een bondscoach naar kijkt natuurlijk. Ik zag net bij het persmoment jou even bij Stengs en Bohodoe staan. Hoe staan die jongens erin? Ik zie ze veel lachen, maar ook nog wel braaf achteraan lopen op de training. Ja, dat zijn wel jongens die weten dat je niet op dag 1 in de kroonluchters moet gaan hangen in het spelershotel. Aan de andere kant denk ik toch dat ze een stukje spanning hebben en het melden bij het Nederlands elftal. En het is heel snel gegaan voor beide jongens. Maar ze kennen natuurlijk toch ook wel weer veel jongens vanuit jeugdteams en het tegen jongens spelen in de Eredivisie. Dus ze kwamen vrolijk binnen en lachen op hun gezicht en dat moeten ze zo houden. En ze vinden het ook wel heel prettig dat ze hier samen zijn. Het zijn natuurlijk boezemvrienden van elkaar bij AZ, ook altijd samen. Nou, met z'n drieën, met Owen Wijndal, de drie musketiers. En ik sprak ze zondag na die wedstrijd tegen Emmen met AZ ook al even. En dat contrast is natuurlijk groot. Eerst dan zo'n wedstrijd met alle respect voor Emmen, zeggen we daar dan bij. Maar ja, nu dan het grote werk bij het Nederlands elftal. Ik weet bijvoorbeeld van Bohodoe, die kijkt heel erg op tegen Memphis, Depay. Niet alleen omdat ze hun Ghanese roots delen, maar ook de manier waarop hij zijn spitspositie invult en zo. Daar kijkt hij naar, het in de gaten duiken. De dynamiek daarin, dat vindt hij mooi. Nou, dat kan hij nu van dichtbij gaan bekijken, mits Memphis weer aan de partijspelletjes kan meegaan doen. En dat zijn jongens die dat heel bewust allemaal meemaken, merk ik. Als een spons absorberen ze dat allemaal. En echt blije jongens, dat heb je kunnen zien. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant zijn het jongens met heel hoge ambities. En ze durven dat ook uit te spreken. Bohodoe wil een van de beste voetballers ter wereld worden, zei die laatste in Voetbal International. En dit is stap 1 dan. Of stap 2. Stap 1 is doorbreken bij je club. En dit is stap 2 op weg naar dat einddoel.